als jullie anders kiezen, gaan we jullie wel al zeggen dat jullie daar zaten, het konden voorkomen, maar toch gekozen hebben voor een kiesstelsel dat onrechtvaardig is. One person, one vote, one value. De laatste tijd een veel bediscussieerde topic. Daarom hebben enkele buitenparlementaire politieke partijen, waaronder A20, DOE, DA91, HVB, de Nieuwe Leeuw, Amazonepartij en PRO, vandaag een persconferentie belegd betreffende de nadelen van het huidige kiesstelsel. DA91-voorzitter Angelique Del Castillo zegt dat het enorm belangrijk is om een landelijke evenredigheid te hebben in het kiessysteem van Suriname. Het is naar zeggen van Del Castillo zaak dat er wordt gewerkt aan een goede aanpassing van het kiesstelsel. We hebben het parlement als partij ook verschillende malen aangeschreven, de regering aangeschreven. En vandaar dat de uitspraak van het Constitutioneel Hof voor ons een bevestiging was van iets waar wij al lang voor streden, maar dat uiteindelijk nu onontkoombaar geworden is. We zijn ook voorbereid op allerhande foefjes en ideetjes. We merken het aan de wijze hoe zaken worden gepresenteerd. En dat mag ons als volk niet overkomen, toch? Uno le kondre man, asano mag sananga uno. Teka leti nou anu, dis na un leti. Tewe gwa stem, bus des matak na leti fu stem. Da imus aba leti nanga a vrijheid fu stem lek fai wani, jisumai wani, tap ala de 51 zetel. Want tennis ma kon leg je uit nanga den voetzetel, den de tak ja, i abitu voetzetel na district, nanga kan de 15 gewone zetel, of want trasani, of 20 min 31 landelijk evenredig, een soort moxie. Wel, een wanjam moxie na verkiezing. Een recht toe recht aan fasie, een simpel fasie, een noemko in de war, las ons refi. Want ik heb toevoet zetel naar 31 landelijk evenredig. Dat was takkie, dus mijn puri letief stem die alle 51. Steven Rijmen, voorzitter van Alternatief 20, oftewel A20, stelt dat het veranderen van het beleid gepaard gaat met verandering in de denkwijze van elke individuele burger. Dit gaat gepaard met het kiezen van volksvertegenwoordigers die uiteindelijk moeten bijdragen aan het maken van beleid. Als die volksvertegenwoordigers dwars door al die politieke partijen zouden zeggen nee, ik ga voor dit keer niet een politieke pion zijn. Ik zal een stranaman zijn. Met een oma verleden, de meeste volksvertegenwoordigers, en met takken en oma gora, met takken respect, de meeste volksvertegenwoordigers zijn gewoon ja-knikkers. En dat moet ophouden. De mannen moeten opstaan voor voor landsbelangen, een nationaal belang, en partijpolitiek en nepotistische denken ondergeschikt maken voor het nationaal belang. Eigenlijk staan we op een drempel waar we echt kunnen gaan zien, een kruispunt, wie echt een echte Surinaamse volksvertegenwoordiger. Maar in feite, onderlijk buitenparlementaire partijen, benafs donja. De mensen die in het parlement bekam, kakken de voeten. En dat nee, wij hebben politieke wil dat wij gaan doen wat recht en waarheid, daarmee spreken we maar na even, is voor het volk. Want recht en waarheid volgens uw volkslied maken ons vrij. En dat missen we bij de huidige mensen die zitten in het parlement. Rijmen voegt eraan toe dat het belangrijk is voor de huidige politici om mee te nemen dat zij politiek met principe moeten voeren. Indien dat niet gebeurt, is Suriname naar zeggen van Rijmen gedoemd te falen en of dieper in de afgrond te gaan. Laten we doen wat recht is voor Suriname. Aldus Rijmen.